Het halen van de kwartfinale is het doel voor Nederland bij dit Europees kampioenschap. Maar er moet er natuurlijk wel gewonnen worden van Duitsland in deze achtste finale. En het gaat moeizaam in de eerste set. Aanval voor de Duitsers op setpoint, slim weggelegd. En zo winnen de Duitsers deze set met 25-17. Dat is een groot verschil. Ook de tweede set gaat naar Duitsland met 25-22. Maar Nederland komt wel steeds beter in het spel. Hier haalt de bal van de grond. Nederland blijft ervoor gaan en pakt belangrijke punten. Komt zo terug in de wedstrijd. Wint de derde set uiteindelijk met 32-30. En zo is de spanning weer helemaal terug. Slotfase van de vierde set met Nimir Abdelaziz. Eén matchpoint voor Duitsland weggespeeld. Maar er staat er nog één. En dus blijft het belangrijk om druk te zetten op de Duitsers. Vanuit de service. Om mee te blijven doen in de wedstrijd. Misschien wel op weg naar een vijfde set. Aanval voor Duitsland. Door het midden. Snel afgemaakt. En dan is de wedstrijd toch voorbij. Oranje uitgeschakeld.